Welkom bij Natuurkundebrein, de plek waarbij je leert denken als natuurkundige. Welkom bij deel 2 van deze video. Heb je deel 1 nog niet bekeken? Bekijk die dan eerst. Ik zal de link in de beschrijving zetten. Heb je die wel al gezien? Dan gaan we gewoon verder met het examen bespreken van 2021, eerste tijdvak. Vraag nummer 24. We zijn weer bij een nieuw onderdeel aangekomen, namelijk materiaalonderzoek. Anna onderzoekt een glimmend metalen staafje. Je ziet een afbeelding van dit staafje. Op de uittekbijlage staat een tabel met een aantal waarnemingen van Anna. Zet een kruisje achter een waarneming als die over een stofeigenschap gaan. Ja, een stofeigenschap, het zegt iets over de stof. En het is ook iets dat vaststaat, wat niet verandert in principe. Die eigenschap hoort bij die stof. Nou, een staafje is glimmend. Dat is inderdaad een stofeigenschap. Het staafje heeft de vorm van een balk. Nou, dat klopt misschien wel, maar het is geen stofeigenschap. Namelijk als je dat ding door midden zaagt of in stukjes, dan is het geen balk meer. Dus kan je zo makkelijk veranderen. Het is geen stofeigenschap. Volgende, het staafje vast bij kamertemperatuur is wel een stofeigenschap. Bij die temperatuur is het een vaste stof. Dus dat is iets vaststaands. Is inderdaad een stofeigenschap. En een staafje geleidt de warmte goed. Nou, warmtegeleiding of iets wel of niet goed geleid is ook een stofeigenschap. Nou, alle 4 juist, 2 punten, 3 juist, 1 punt en 2 of minder, 0 punten. Volgende. Nou, steeds hetzelfde verhaaltje. Anne bepaalt de massa en het volume van het staafje. Op de uittekbijlage staan 2 zinnen over de meetinstrumenten die Anne hiervoor kan gebruiken. Dat is een meetinstrument. Iets waarmee je iets kan meten. Nou, bij de eerste gaan we de massa proberen te meten. Nou, de massa doe je meten met een weegschaal. En het volume kan je bepalen met... Nou, het is een balkvormig voorwerp. Dus je kan niet zeggen lengte keer breedte keer hoogte. Heb je als meetinstrument nodig een liniaal om even alles op te meten. Maar wat ook kan, is de onderdompelmethode. Heb je vast wel een keer gedaan met een practicum. Mij leerde in ieder geval wel. Oftewel, dan moest je een maascilinder vullen met water. Vervolgens het voorwerp erbij gooien. En dan ging je kijken hoeveel die is gestegen. Dus nou, welke meetinstrumenten kan je bij het volume gebruiken? Of de maatcilinder, of de liniaal. Nou, 1 punt per onderdeel. Door naar vraag 26. Met een valtoestel bepaalt Anna hoeveel energie er nodig is om het staafje te breken. Je ziet 3 afbeeldingen van het valtoestel in gebruik. Anna plaatst het staafje in het valtoestel en tilt het valgewicht 0,8 meter omhoog. Is een hoogte. Dat is onze eerste gegeven. De massa van het valgewicht is 5 kilogram. Massa M, 5 kilogram. Dan, de toename van de zwaarte-energie van het valgewicht is daardoor 40 joule. Dus doordat hij omhoog gaat, krijgt hij zwaarte-energie en dat nemen ze toe met 40 joule. Nou, en toon de toename van de zwaarte-energie aan. Dus toon aan dat dit het antwoord is. Dus we gaan de zwaarte-energie gaan we berekenen. En als we het goed doen, is het antwoord 40 joule. Nou, om de zwaarte-energie te berekenen, kunnen we formule gebruiken M keer G keer H. Te vinden in Pina's tabelletje nummer 7. Formule nummer 14. We hebben alleen nog niet de G. Maar die G kunnen we vinden in Pina's. Namelijk tabelletje nummer 1. 10 newton per kilogram. Of 10 meter per seconde kwadraat. Allebei goed. Nu wel alle gegevens. 5 keer 10 keer 0,8. Komen we uit op 40 joule. En dat klopt inderdaad. Oftewel, we hebben aangetoond dat dit het antwoord is met de juiste formule erbij. Daar krijg je namelijk ook je punten voor. En de rest van de berekening juist. 2 punten voor deze vraag. Anna laat het valgewicht los. Het valgewicht botst tegen een wig voor het staafje. Het staafje breekt en het valgewicht zwaait door. Bereken de snelheid waarmee het valgewicht de wig raakt. Neem aan dat alle zwaarte-energie wordt omgezet in bewegingsenergie. De snelheid gaan we hier berekenen. En dan staat hier al een eerste gegeven ook weer nog een keertje. De zwaarte-energie wordt omgezet in bewegingsenergie. Dat is eigenlijk ons eerste deel van onze formule. Voordat ik daarmee verder ga,
Qua gegevens heb ik even hetzelfde overgenomen als bij de vorige vraag, maar het was ook een toon aan dat vraag. Dus toon aan dat dit het antwoord is. En het was EZ, dus zwaarte-energie, is 40 joule. Belangrijk om te onthouden, na een toon aan dat vraag, dus moet je bij de volgende vraag altijd dat gegeven gebruiken. Dus we moeten bij deze vraag 40 joule aan zwaarte-energie moeten we bij deze vraag gebruiken. Oké, terug naar de formule. In de tekst staat, we gaan van zwaarte-energie naar bewegingsenergie, ook wel kinetische energie genoemd, EK. Nou, bewegingsenergie hebben we ook een formule voor, Binas-Tabelletje 7, formule nummer 13. Een half keer m keer v kwadraat. Nou, als we het invullen, we weten namelijk de zwaarte-energie, daardoor weten we ook de kinetische energie, die is allebei 40 namelijk. Dus 40 is een half keer, nou de m, 5 kilogram, keer de v kwadraat. Dus we gaan even alles invullen wat we tot nu toe weten. Nou, vervolgens bij deze, uitrekenen wat je kan uitrekenen. Nou, 40, kunnen we niks mee, dus we schrijven gewoon 40 op. Aan de andere kant, een half keer 5, dat is 2,5, dat kunnen we uitrekenen. En dan houden we nog over keer v kwadraat. Nou, we zijn er nog niet. We willen namelijk de snelheid weten. We willen namelijk die v willen we weten. V kwadraat is 40 gedeeld 2,5. Hoe kom ik eraan? Nou, die 2,5 is dus 2,5 keer. En als je die naar de andere kant toe brengt, dan wordt het niet keer, maar dan wordt het gedeeld door. En belangrijk, in dit geval 40 gedeeld door 2,5. Dat zijn van die standaardregels. Als je die naar de andere kant toe brengt, dan draait het teken om. Keer wordt gedeeld door wordt keer, plus wordt min, enzovoort. Nou, in dit geval dus 40 gedeeld 2,5 is 16. Denk je, oh, zijn we er nou eindelijk al? He, zo lang, hartstikke lang bezig, joh. Nou, nog niet, nog één klein stapje. Namelijk, de snelheid in het kwadraat is dus 16. Maar wij wilden gewoon de snelheid weten. En wat is het omgekeerde van het kwadraat? Precies, de wortel. Nog even de wortel nemen van 16. En dan komen we eindelijk op het goede antwoord. Maar het gaat er voornamelijk om de berekeningen. Namelijk 4 meter per seconde. Nou, waar krijg je punten voor? Gebruik van de formule. Dus dat de kinetische energie half mqv kwadraat is. En de rest van de berekening juist. Nu denk je misschien, ja maar meneer, dit is hartstikke veel werk. Waarom geen meer punten? Nou, heel eerlijk, dit is een hartstikke moeilijke vraag. Dus waarschijnlijk denk je ook bij het examen van, nou, niet veel mensen zullen deze goed hebben. Dus we maken er maar 2 punten van. Want anders is het nou te veel punten dat mensen verliezen. Maar op deze manier weet jij tenminste wel hoe het moet. Door naar de volgende vraag. 28. Nou, je ziet een afbeelding van het staafje voor en na het botsen. Dat zie je aan de rechterkant. Bekijk de 3 afbeeldingen van het valtoestel in gebruik. Waaruit blijkt dat het staafje niet alle bewegingsenergie van het valgewicht heeft opgenomen. Nou, aan de linkerkant, begin van de beweging, ziet dat het valtoestel naar beneden gaat bewegen. Dus hij begint hier bovenaan. Daar heeft hij alleen nog maar zwaarte-energie. Vervolgens wordt hij losgelaten en krijgt hij dus die zwaarte-energie wordt omgezet in bewegingsenergie. Nou, op het moment dat het staafje breekt, de positie waar het valtoestel zich nu bevindt, als hij daar zou stoppen, dus daar gewoon dat ding breekt en hij blijft gewoon daar op de juiste positie liggen, dat betekent dat alle zwaarte-energie wordt omgezet in kinetische energie. Maar hij krijgt bij het vervolg, als je kijkt naar het einde van de beweging, krijgt hij ook nog een deel weer terug van die energie. Namelijk, hij beweegt namelijk door. Nou, en doordat hij dus doorbeweegt, kun je zeggen, niet alle bewegingsenergie wordt opgenomen, omdat hij dus doorbeweegt. Nou, dan zie je nog een keer staan. Het antwoord moet het in zich bevatten dat het gevolggewicht na het breken van het staafje doorzwaait. Opgave 29.
Voor het loslaten heeft het valgewicht een zwaarte-energie van 40 joule. Dus 40 joule, daar beginnen we mee. Dus 100%. Na de botsing heeft het valgewicht nog 30% van deze energie over. 30% houden we hier over. Nou, hoeveel energie was er nodig om het staafje te breken? Dus we beginnen met 100%. We eindigen met 30%. Nou, wat is er met die overige deel gebeurd? Oftewel die 70%. Dat was er dus nodig om het staafje te breken. Nou, als we dat weten, dat helpt een beetje, zo'n plaatje helpt er een beetje bij om dat te begrijpen. Wat moeten we dus gaan doen? We moeten gaan berekenen hoeveel energie het kostte om het staafje te breken. 70%. Nou, 70% berekenen van die 40 joule. Nou, hoe doe je dat? Mijn tip is, bereken eerst 1%. Nou, 40 gedeeld door 100 is 0,4 joule, dat is 1%. Hoeveel is dan 70%? 70 keer zoveel. Ik kom uit op 28 joule. En als antwoord, opgave 30. De punt van de wig wordt in de loop van de tijd stomper. Ja, even het eerste woord, stomper, is wel belangrijk. Die heeft een kort plaatje. Als die scherp is, betekent gewoon een goede punt. En een stompe wig, dan zie je die punt dus een beetje afgesleten. Ga even verder lezen. Vergelijk een botsing met een stompe wig met een botsing met een nieuwe wig. Omcirkel in elke zin op de uiterlijke bijlage de juiste mogelijkheid. Nou, met een stompe wig is de kracht op het staafje is die even groot, groter of kleiner? Nou, die is even groot. De kracht verandert namelijk niet. Dat ding beweegt, gaat van boven naar beneden en botst met dezelfde kracht tegenaan. Maar wat daar vervolgens gebeurt, daar verandert wel iets. Namelijk, het contactoppervlak die is groter. Met een stompe wig, en dat zie je ook in het plaatje die ik hier heb neergezet. Scherp betekent hele goede punt, een heel klein oppervlak. En als die stomper wordt, dan wordt het oppervlak wordt steeds groter. Nou, en als de oppervlakte groter wordt, wat gebeurt er dan met de druk? Dat is de laatste. Nou, druk kunnen we berekenen. F gedeeld door A. Dat staat dan binnen als tabelletje nummer 7. Nummer 10. Nou, gaan we weer. Als dus de kracht hetzelfde blijft, dus het rode blijft hetzelfde. In dit geval heb ik even 6 neergezet. Het contactoppervlak, de A, die wordt groter. Dus ik heb even neergezet van 1 naar 2. Wat gebeurt er dan met de druk? Wat gebeurt er dan met de P? Nou, die wordt, kijken, kleiner. Zien we hier ook aan de ene kant 6 gedeeld door 1 is 6. Aan de andere kant 6 gedeeld door 2 is 3. Oftewel, de druk die wordt kleiner. En het effect van de kracht wordt dus kleiner doordat die oppervlak dus groter wordt. De druk is kleiner. Nou, daar krijg je punten voor. Eerste onderdeel even groot, daar krijg je je punt voor. En het tweede punt krijg je alleen als je de middelste en de onderste ook samen goed hebt gedaan. Door naar het volgende onderdeel. Kantelbrug, opgave nummer 31 alweer. Tussen de twee kales is een bijzondere loopbrug geplaatst. De brug bestaat uit 5 brugdelen die om een as kantelen. Om de brugdelen gemakkelijk te kunnen kantelen, worden contragewichten gebruikt. Een contragewicht is gemaakt door in een stalen bekisting vloeibaar beton te storten. Over het uitharden van beton na storten zijn op de uiterlijke bijlage 2 zinnen. Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. Nou, sowieso, als het over beton gaat, die komt best wel vaak voor. En toptrappen heel vaak mensen in. Het uitharden van beton is een chemische reactie. Moet je echt gewoon in je hoofd knopen. Het uitharden van beton is een chemische reactie. Het is namelijk niet zoals met water. Water kan van de ene naar de andere. Als beton uithardt, is die uitgehard klaar. Nou, dat gezegd hebbende, de stofeigenschappen van het beton veranderen wel. En het uitharden van beton is dus een chemische reactie. Goed onthouden, sowieso iets met beton, gelijk dit. Dan, opgave 32. Een van de contragewichten bestaat 8,5 ton beton. En 1 ton is 1000 kilogram. Zullen we opschrijven? De massa 8,5 ton, oftewel 8500 kilogram. Bereken het volume van het beton in het contragewicht. Nou,
In Binas kan je nog een tweede gegeven vinden, namelijk de dichtheid. Binas-tunnelletje nummer 15 kunnen we de dichtheid vinden van beton. En die is 2,3 gram per kubieke centimeter. Dat gram per kubieke centimeter is wel erg belangrijk. Dat betekent namelijk, als we het zo meteen gaan invullen, dat de massa in gram moet. En krijgen we ons antwoord, het volume krijgen we in kubieke centimeter. Dus voordat we nu verder gaan, moeten we ook even zorgen dat we die massa omzetten naar gram. Nou, kilogram naar gram keer 1000. Dus nogmaals, aan die gegevens moet je wel goed kijken van wat moet er nu precies gebeuren en wat moet ik nog iets veranderen. Nou, de formule dichtheid kunnen we berekenen met m gedeeld door v, de massa gedeeld door het volume. Dat staat in Binas tabelletje nummer 9, formule nummer 1. Maar we willen niet de dichtheid berekenen. Nee, we willen het volume berekenen. Dus driehoek, deelstreep, keerteken, m gedeeld door v erin zetten. Eén plekje gereserveerd voor de gekke p, oftewel de dichtheid. Nou, volume willen berekenen, daar leg je je hand op. M gedeeld door de gekke p, oftewel de massa gedeeld door de dichtheid. Nou, 8500.000 gedeeld 2,3 krijg je een vrij groot getal, namelijk 3.695.652 kubieke centimeter. Het lijkt wel de postcode loterij. In ieder geval, dat is ons antwoord. Een vrij groot getal, maar dat klopt ook inderdaad. Nou, bij het examen, de uitwerkingen, hebben ze nog een keer in kubieke decimeter gezet. Hoeft niet per se, staat namelijk helemaal niet in de vraag. Maar dan krijg je een iets wat makkelijker getal om uit te leggen, namelijk 3696 kubieke decimeter. Maar je mag het ook gewoon zo laten staan. Nou, waar krijg je precies de punten voor? Nou, het noteren van de dichtheid, dus daar krijg je al één punt voor. Super makkelijke punt. Gewoon even opzoeken en opschrijven. Het gebruiken van de formule. Nou, daar zien we hier ook nog een keertje staan. En de rest van de berekening juist. En hun hebben het in kubieke decimeter gezet. Staat helemaal niet in de vraag of dat moet. Dus je mag het gewoon een kubieke centimeter laten staan. Maar het is dan ook wel een iets makkelijker getal om uit te spreken. 3696 kubieke decimeter. Het is net wat makkelijker dan wat er nu staat. Maar allebei is goed. Dan vraag 33. Je ziet een vereenvoudigde afbeelding van een geopend brugdeel. Dit brugdeel is in evenwicht met het contragewicht. D is het draaipunt. Dat zien we hier in het plaatje, D is het draaipunt. De afmetingen in de afbeelding zijn niet op schaal gegeven. De zwaartekracht van het contragewicht geeft in deze situatie een moment van 1,0 maal 10 te macht 5. Dus dat is een 1 met een 5 nulletjes erachter. En toon dit aan. Nou, we weten dus twee dingen. Namelijk, het moment moeten we gaan berekenen. En als we het goed doen, komen we uit op 1 maal 10 tot de macht 5. Oftewel 1 met 5 nullen. En het gaat over de zwaartekracht van het contragewicht. Als we even in het plaatje kijken, dan gaat het eigenlijk over het linker gedeelte. Dus het linker deel van het draaipunt. Vanaf daar moeten we eigenlijk gaan kijken. Dat is namelijk het contragewicht. Nou, dan weten we twee dingen. Namelijk, hier onderaan staat de kracht van de contragewicht 84 kN. En we weten de bijbehorende afstand, de bijbehorende lengte. Namelijk, vanaf de kracht tot aan het draaipunt D is 1,2 meter. Nou, met die twee gegevens kunnen we het moment berekenen. Maar voordat we dat doen, even omzetten naar newton, van kilonewton naar newton. Want het moment gaan we berekenen in newtonmeter. Dat betekent de kracht in newton en de lengte, de afstand in meter. Nou, even omgezet. Het moment kunnen we berekenen met m is f keer l. Binas tabelletje nummer 7. Formule nummer 15. Nou, en als we dat invullen, 84.000 keer 1,2 komen we hierop uit. Nou, en als je dat afrondt, dan zit je dus op die 1 met 5 nulletjes. Oftewel 1 maal 10 tot de macht 5. Dus we hebben het zo perfectos gedaan. Waar krijg je punten voor? Het gebruik van de formule, MSFKL,
en de rest van de berekening juist. Volgende vraag, vraag 34. Bereken met de gegevens in afbeelding de zwaartekracht in punt Z op het brugdeel rechts van punt D. Oké. Wel weer belangrijk. We hebben net een toon aan dat vraag gehad. En dat gegeven moeten we in ieder geval gebruiken voor deze vraag. Die is ook hier even neergezet. Het moment 1, moment aan de linkerkant van het draaipunt. Dat is namelijk een beetje de standaardregel. We moeten even een plaatje kijken. Wat we verder nog weten is, waar zwaartekracht gaan we dus berekenen. Dus waar de Z zit. Zit aan de rechterkant van het draaipunt. Dus noem maar even 2. En wat weten we nog meer? We weten de bijbehorende lengte, de bijbehorende arm ook wel genoemd. Die is namelijk vanaf de kracht tot aan het draaipunt. Ik zal dat goed aanwijzen. Hier vanaf de kracht hier zo tot aan het draaipunt D 9,2 meter. Dat is ons tweede gegeven. En met die gegevens kunnen wij de kracht daar gaan berekenen. Namelijk, moment 1 is moment 2. Moment aan de linkerkant is het moment aan de rechterkant. Nou, in formuletaal, F1 keer L1 is F2 keer L2. Is een combinatie van formule 15 en 16. In tabelletje 7. Wel belangrijk als we hem gaan invullen. Het linkerdeel weten we al. Hè? Het linkerdeel, moment 1, die hadden we al bij de vorige vraag berekend. Dus we hoeven die nog een keer te doen. Nou, als we die invullen, als alle gegevens dat weten, krijgen we dit. We willen die F2 willen berekenen. Naar 9,2 gaan we naar de andere kant toe brengen. Dus deze woep naar de andere kant toe gooien. Keer. Wordt gedeeld door woep. Nou, dan krijgen we dus 100.800 gedeeld door 9,2. Uitrekenen in de rekenmachine. En dan komen we ongeveer uit op 11 kilonewton. Waar krijg je precies punten voor? Toepassen van de momentenwet. Dat is bijna eigenlijk de formule en het invullen ervan. En de rest van de berekening juist. Door naar vraag 35. Een elektromotor zorgt voor het openen van het brugdeel. De motor levert een gemiddeld vermogen, P, tabelletje nummer 6, kan je daar vinden. En het vermogen noemen we in watt. Wat handig is aan Winas, is dat ook bij het vermogen, staat namelijk naast de watt, staat tussen haakjes joule per seconde. Schrijf het er maar bij, want het is best wel makkelijk als je het erbij schrijft. Ik zal zo meteen laten zien waarom. Nou, verder lezen. Voor het openen is 1,8 x 10 to macht 4 joule aan energie nodig. 1,8 x 10 to macht 4 betekent 1,8. En dan de komma 4 keer naar rechts schrijven. En dan krijg je dus 18.000. En de vraag is hier, bereken de tijd. Nou, waarom zei ik van schrijf nou even achter tussen haakjes joule / seconde. Nou, dan weet je, als we het allemaal gaan invullen zometeen, dat de energie in joule moet. Dus dat klopt inderdaad. En dat we ons antwoord, de tijd, in seconden krijgen. Dat staat namelijk in die eenheid vermeld. Dus best wel makkelijk als je het er ook even bij zet. Dat helpt je, namelijk bij de vraag. Kom aan bij de formule. E is PKT. Tabelletje nummer 12. Formule nummer 3. Maar we willen E niet weten. Nee, we willen T weten. Dus driehoek weer, gaan we weer. Driehoek, deelstreep, keerteken. P keer T zetten we onderaan. En bovenaan een plekje gereserveerd voor de E. Nou, T gaan we berekenen. Daar leg je je hand op. En dan krijg je E gedeeld door P. Invullen. 18.000 gedeeld door 400. In je rekenmachine gooien. 45 seconden. En nogmaals, schrijf die seconden en ook achter. Hè? Als je dat vergeet, mis je daar een punt. En dat is super zonde. Dus 45 seconden. Waar krijg je punten voor? Het gebruiken van de formule en de rest van de berekening. Juist. 2 punten bij deze vraag. Een sirene hulpdiensten. Opgave 36 voor 3 punten. Hulpdiensten hebben een sirene die 2 tonen maakt. Ria heeft op haar smartphone een app waarmee ze de geluidssignalen zichtbaar kan maken. Je ziet een afbeelding van het scherm met 1 van de 2 tonen.
bereken de frequentie van deze toon. Nou, de frequentie moeten we dus gaan berekenen. Dat is het enige gegeven wat in de tekst staat. Frequentie doen we in hertz. Kan je vinden, terwijl dat je nummer is. Om de frequentie te berekenen, 1 gedeeld door t, 1 gedeeld door de trillingstijd, kunnen vinden in tabelletje nummer 8, formule nummer 2. Maar ja, loop je al tegen een probleem aan. We hebben helemaal geen trillingstijd. En die kunnen we uit het plaatje halen, uit het plaatje van de oscilloscoop, zo noem je dit. Ja, de trillingstijd is de tijd die nodig is voor 1 trilling. Nou, 1 trilling is, het begint ergens, een golf van boven naar beneden en wil op hetzelfde punt uitkomen. Dat is 1 trilling. Laten we daar eerst even naar gaan zoeken. Dus we beginnen hier aan het begin. Naar boven, naar beneden. En naar boven weer. Komen we op hetzelfde punt weer uit. Nou, dat is dus 1 trilling. Voor die ene trilling waren er hoeveel hokjes nodig? 1, 2, 3, 4 hokjes. Dus 1 trilling, 4 hokjes. Nou, en 1 zo'n hokje, zie je rechts onderin staan, is 0,5 milliseconde. Wat is dan de trillingstijd? Nou, dat is de tijd voor die ene trilling, de tijd voor die 4 hokjes. Nou, hoe kan je dat berekenen? 1 hokje, 0,5 milliseconden, 4 hokjes, 4 keer zoveel, oftewel 2 milliseconden. En de tijd doen we nooit in milliseconden, altijd in seconden. Nou, van milli naar milliseconden naar seconden, hetzelfde van millimeters naar meters, gedeeld 1000, 0,002 seconden. Dus op die manier kun je de trillingstijd uit zo'n plaatje halen. Zoeken naar de trillingstijd, hele golf, aantal hokjes tellen, kijken hoeveel eens een hokje waard. En op die manier kun je de trillingstijd uithalen. Nou, nu kun je hem invullen. 1 gedeeld door 0,002. In je rekenmachine 500 hertz. En vergeet die hertz er niet achter te zetten. Waar krijg je punten voor? Het bepalen van de trillingstijd, wat we hier aan de linkerkant hebben gedaan. Dat is je eerste punt. Het gebruiken van de formule 1 gedeeld door t. En de rest van de berekening weer juist. 37. Een make-upje. De tweede toon van de sirene klinkt lager en even luid. Wat verandert er aan het signaal op het scherm bij een lagere toon? Nou, hier heb ik ook een video van op YouTube staan. Als een toon lager is, dan betekent dat dat de toon lager luidt. En als die hoger is, dan is die hoger. Dus nog even een keer. Hoger. En lager. Dat bedoelen ze daarmee. En het gaat over de frequentie, het aantal trillingen. En de luid, hoe luid het is, gaat over hoe hard het klinkt. Of hoe zacht het klinkt. Daar gaat het over. Nou, wat verandert er aan het signaal op het scherm bij een lagere toon? Nou, minder trillingen. Want de frequentie gaat over het aantal trillingen. Als de toon lager is, heb je minder trillingen. En de luidheid bij hetzelfde, dus de hoogte van die golven, die blijven hetzelfde. Antwoord D. 38. De sirene maakt overdag een geluid van 100 decibel. 'S Nachts is het geluidsniveau 10 decibel minder. Waarom moet de sirene van een hulpdienst overdag meer geluid maken dan 's nachts? Nou, het antwoord moet het in zich bevatten dat overdag gewoon meer omgevingsgeluid is, verkeer aanwezig is. Wat niet goed is, is dat je hier zegt, nee, overdag slapen de mensen, want het gaat hier namelijk om de vergelijking met dat het juist overdag wat harder moet zijn. Dus het enige goede antwoord is hier zo, dat overdag gewoon veel meer geluid is, veel meer verkeer. 39. De sirene maakt overdag een geluid van 100 decibel. 'S Nachts geluidsniveau 10 decibel minder. En in welke zone van gehoorgevoeligheid valt het geluid 's nachts? Nou, 's nachts is die 10 decibel minder. Dan is die dus 90 decibel. Vervolgens heb je je binas nodig. Want we moeten de zone van gehoorgevoeligheid gaan opzoeken. Nou, dat kunnen we vinden in binas tabelletje nummer 28, gehoorgevoeligheid. En als we daar kijken, ik mag het helaas niet laten zien, dat is plagiaat, daar krijg je wel problemen mee. Maar als je die erbij pakt, tabelletje 28, als je gaat opzoeken 90 decibel aan de linkerkant, en je gaat met je vinger naar de rechterkant,
dan zien we daar dat het in het gele gedeelte valt. En als je nog verder met je vinger naar rechts gaat, dan zie je daarbij staan de zone zeer hinderlijk. Dus staat dus in je pinas. Zeer hinderlijk. Antwoord B. Vraag 40. Vergelijk het geluid van 100 decibel met het geluid van 9 decibel. Wat is juist over de maximale blootstellingsduur aan het geluid van 100 decibel? Nou, ook weer, zo je binas echt je beste mattie. Namelijk, kan je vinden in binas. Even belangrijk, tabelletje nummer 30. 100 decibel kan je maximaal 2 uur bijzitten voordat je gehoorbeschadiging krijgt. En 9 decibel kan je vinden in binas 8 uur. En als je die twee tijden met elkaar vergelijkt, dan kan je zien dat het 4 keer zo klein is. Antwoord D. 41. Een hulpdienst rijdt overdag met een sirene aan. Door het drukke verkeer staat de hulpdienst even stil. Ria staat op een afstand van 250 meter van de hulpdienst. De temperatuur is 288 Kelvin. Hij heeft twee gegevens alweer. We hebben de afstand hier zo. En de temperatuur. Bereken de tijd die het geluid van de sirene erover doet om Ria te bereiken. De tijd gaan we berekenen. Nou, in binas hebben we een formule. Namelijk de geluidssnelheid is de afstand gedeeld door de tijd. S gedeeld door T. Maar dan denk je, ja meneer, waar kan ik dan die geluidssnelheid vinden? Want ja, anders kan ik nog niet berekenen. Klopt. Binas tabelletje nummer 27, daar staan de geluidssnelheden. Nou, die temperatuur is wel belangrijk. Dat is de temperatuur van de lucht. 288 Kelvin. En dan is de geluidssnelheid 340 meter per seconde. Dat kan je vinden in je binas. Als ik er nog zelf even bijpak. 27, even kijken. Ja, aan de rechterkant zie je staan gassen, lucht. En dan bij 288 Kelvin is het 340 meter per seconde. Nou, we hebben dus de gegevens die je nodig hebben. De formule, daar moeten we nog wat aan gaan doen. Want we willen niet de snelheid weten, we willen de tijd weten. Komt hij weer, driehoek, deelstip keerteken. S gedeeld door T. Eén plekje gereserveerd voor de V. Nou, T gaan we berekenen. En dan komen we uit op S gedeeld door V. Dus om de tijd te berekenen, de afstand gedeeld door de geluidssnelheid. Nou, we zien hier ook staan. Nog even een laserpointje erbij. Snelheid, of de snelheid staat 340 meter per seconde. Dat betekent de afstand in meters. En de tijd, als we het uitrekenen, zometeen in seconden. Nou, oké, gaan we doen. Invullen. Antwoord 0,74 seconden. Nou, en belangrijk dus, ik zou ook even een stickertje doen bij tabelletje 27. Want daar kan je dus de geluidssnelheid vinden van lucht, maar ook van allerlei andere stoffen, zoals glas of olie of koolstofdioxide, kan je dat allemaal vinden. Ook een belangrijk tabelletje. Nou, waar krijg je punten voor? Het noteren van de geluidssnelheid. Dus gewoon simpelweg opzoeken, je eerste punt, makkelijke punt. En het gebruiken van de formule en de rest van de berekening juist. Vraag nummer 42. Ria staat op een afstand van 250 meter van de hulpdienst. Op haar smartphone leest Ria een geluidsniveau van 62 decibel af. Dus afstand 250 meter. En dan is het geluidsniveau is 62. En voor het geluidsniveau geldt bij een verdubbeling van de afstand, verdubbeling oftewel twee keer zo groot, neemt het geluidsniveau met 6 decibel af. Dus min 6 decibel. De vraag is berekenen op welke afstand het geluidsniveau van de sirene 44 decibel is. Nou, ik heb even in een tabelletje gezet. Dus nogmaals, die regel is belangrijk. Afstand twee keer zo groot. Geluidsniveau min 6 decibel. Dus we gaan nu dat doen. En we gaan zo verder werken tot we bij die 44 uitkomen. Oké. Nou, afstand twee keer zo groot. Geluidsniveau min 6 decibel. Dan komen we hierop uit. 56 en 500. Nou, gaan we nog een keertje verder. Afstand
twee keer zo groot. Geluidsniveau min 6 decibel. Nou, zijn we nog steeds niet. Nog eentje verder. Afstand twee keer zo groot. Geluidsniveau min 6 decibel. Dan zitten we op die 44 decibel. En de bijbehorende afstand is dan... Tromgroffel. 2000 meter. Nou, en mijn tip is bij deze vraag, bij deze soort vraag, maak zo'n tabelletje als dit. Werk stap voor stap ernaartoe. Dan is het voor jou overzichtelijk, voor degene die nakijkt overzichtelijk. Dan is het voor iedereen een win-win situatie. Nou, waar krijg je punten voor? Nou, het berekenen of noteren van het aantal malen halveren. Nou, dat zien we dus hier zo in het tabelletje aangestaan. En de rest van de berekening. Juist, zo is die echt perfect. Dan, vraag 43. Laatste onderdeel, een oriëntatielampje. Laatste vraag van het examen. Voor 2 punten. Madelon heeft een oriëntatielampje gekocht voor op de overloop. Als het donker wordt, gaat het lampje vanzelf aan. Dat is handig. Daardoor kan ze 's nachts gemakkelijker bij de badkamer komen. Het lampje bestaat uit een schakeling met een LED, een LDR, weerstanden en een transistor. De schakeling is aangesloten op 2 in serie geschakelde batterijen. Madelon bedenkt welk schakelschema er in het lampje zit. Ze weet dat er, als er minder licht op de LDR valt, de weerstand toeneemt. Allereerst gaat hij aan als het donker wordt. En voor de LDR geldt weinig licht. Of geen licht, grote weerstand. Nou, leg uit of het oriëntatielampje werkt volgens haar schema. Dus als we even gaan controleren, dan zou er dus aan moeten gaan als het donker wordt. Nou, LDR is uitgelegd, die zien we in het plaatje, die zien we hier zo ook bijstaan. Ik zal even aanwijzen, zit hier zo, dat is de LDR. Weinig licht of geen licht, grote weerstand. Dus stroom wordt veel tegengehouden. En we hebben ook nog een transistor, die zit hier zo, die is ook wel belangrijk. Moet ook even de regel voor weten. Die moet je dus wel even geleerd hebben. Namelijk, je hebt 3 aansluitpunten, B, C en E. Die heb ik even bijgezet. En dan moet eerst een stroom, of voldoende stroom, van B naar E gaan. Dus van B naar E. En dus van B naar E, dus deze kant op. En dan pas kan er een stroom op deze manier gaan lopen. Dat is wel een belangrijke regel die je even moet onthouden voor zo'n transistor. Nou, gaan we controleren of die werkt. Stel, het is donker. Oké, gaan we de stroom volgen. Vanaf de plus. La la la, lopen, 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 lopen. Komt die aan bij de LDR. Nou, weinig licht of geen licht. Grote weerstand, dus de stroom die wil er doorheen. Maar die wordt heel erg tegengehouden. Dus ze gaat heel weinig of misschien wel geen stroom hier doorheen. Nou, heel weinig, of zelfs misschien wel geen stroom, komt aan bij de B, bij de basis. Dus er gaat eigenlijk geen stroom van B naar E. En als er geen stroom van B naar E gaat, dan kan er ook geen stroom van C naar E. Oftewel, de schakeling werkt niet, want als het donker is, dan gaat het lampje niet aan, want dan gaat er geen stroom op deze manier. Nou, nog een keertje volledig antwoord voor 2 punten. Als er minder licht op de LDR valt, daalt de stroomsterkte naar de basis van de transistor en de transistor stopt met geleiden. Grote weerstand, kleine stroom. Het lamp gaat dus uit als het donker wordt. Het oriëntatielampje werkt dus niet volgens haar schema. Inzicht dat de transistor niet geleidt, oftewel niet van C naar E. En de juiste conclusie. Dit was het einde van de bespreking van dit examen. Een lange video. Gebruik hetgene wat jij handig vindt of wat jij fijn vindt. Als je cijfer wil berekenen, het aantal punten die je hebt gehaald, gedeeld door 78 keer 9 plus 1,5. Want de n-term bij dit examen is 1,5 namelijk. Heb je nou iets aan deze video gehad? Geef dan een duimpje omhoog. En heb je je cijfer berekend? Laat even in de comments weten ook wat je cijfer is. Ik ben benieuwd. Nou, veel plezier nog. Veel succes ook nog met het maken van je examen, met het oefenen na examenen. En wie weet, tot de volgende keer. Later!